Moet maar wat hoger gaan zitten eens. We zijn nog niet klaar, hè? Ik zit al live op YouTube, maar ik zit nog aan het kloten met de camera. Zo. Ja, beeld op de camera gaat een beetje schier zijn op YouTube. Maar we gaan maar proberen. Ik zing nog allemaal wat twee. Daar zitten we een beetje slechter in beeld. Ik kan een beetje neerzitten, dat is een beetje beter. Zo. Jo, is ze, volk. Daar aan het chatten, ging er aan het chatten. Jo, de mannen allemaal. Oh, het vrouwtje is er ook baasje. Dus, de déjà vu, FDA. Kom eerst in dat doosje. Maar als we dan live zijn op YouTube, ga ik wel mijn muziek afzetten. Want anders ga ik shit krijgen met YouTube. Instagram doet niet zo moeilijk, maar YouTube wel. Dus, daar zijn we al met 6. Ging er ook met 5. Plezant. We gaan dat doosje open doen. Doosje open. Voilà. Wat krijgen we als eerste in dat doosje? De déjà vu sticker. Dat is voor mij een stickerwall erachter, maar komt dik in orde. Krijg je er 2 kaartjes bij. Maar die gaan we niet gebruiken vandaag. Die steek ik nog even terug. Want ik weet nu even kaartjes dat dat zijn. Dus ik vind het altijd jammer. Het zijn er, ja, ik zeg het. Veel klaptons uit met flat wire of zo, want het ziet er zo wat flat uit, ik weet het niet goed. Zo goed zijn mijn ogen ook weer niet meer, maar ja, ik denk dat het zo wat flat is. Maar ja, ik weet niet meer, materiaal of zo, ik vind het altijd jammer, je had beter een plakkertje opgeschreven van achter met welk materiaal dat is. Dan de topcap. Zo, ja. Beeld, is niet lekker als anders, maar voilà. En het bultek. Zal hier ook wat dichter komen. Voilà. Ja, ik zit op 2 plaatsen live, dus. Wonderful. We krijgen er nog een doosje bij. We draaien dat open. Krijgen we nog 2 inbussleuteltjes bij, een squonkpin, reserve grubscrews. Kan je zien, dat zijn met inbussen ook. Ik vind het jammer dat je inbussen gebruikt. Maar ja. Zo, ik kan dat niet gebruiken. Ik ga maar een inbus gebruiken. Om deze bovenal. Om dat bovenal. We gaan ons bultek boven halen. Hoi hoi. Hoi 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 iedereen. Dus ja. We gaan daar een bultje in steken. Ik kan daar interlock framed stapled aliens in steken van Coilology. Allemaal bij ons te krijgen tegenwoordig. Alles wat je wilt van Coilology, komt me langs. Goed. We gaan die eruit pakken. Die koos, dat is 2x26 oh man. Lees het gewoon zelf, jongen. Het is toch gewoon veel te veel op. Zou we nooit komen op 0.1. Lekker lege koortjes. Dus ik heb hier al wel wat matjes bij Maast om te zeggen dat ze niet te leeg komen. Maar dat gaat wel goed komen, denk ik. We gaan eerst de vestjes van dat tek overdraaien, want anders komt dat hier niet goed. Dan zijn we eens aan het zinken. Ik heb nog een grote koos gepakt. Maar ik ga proberen ze hier alleen van boven te steken. Het dek is redelijk... Redelijk diep, het is bottom airflow, inside airflow de RDA. Je ziet, on the side eten draagotjes aan de kanten, die kun je afstellen. Dus je kunt hem regelen. De bottom airflow valt niet te regelen. En je komt hier in tech uit met 2 van die pijpen.
Twee van de papen komt hier neer in tekort. Je ziet. En dan heb je dragen twee van die dingen ertussen hier van boven, waar dat zowel een waar dat je een draad net van hier kunt leggen. En je hebt hier nog aan de onderkant ronde gotjes dat je hem opzij pakt. Dat is gewoon wat je echt flat wired. Maar die zijn al heel. Ik bedoel, als je ronde een draad hebt, die zijn er zo nogal flat wires. Dus ik kon dan deze eerst. Ik kan zeggen dat je er met tweeën op één in krijgt, dat denk ik dus niet. Het zijn nogal dikke coils, dus ik moet ze nogal opentrekken dan. Ik kan mijn vase precies nog wat fijner opendraaien. Wel de juiste niet moest pakken, dat gaat gemakkelijker. Zo. Die neer, die daar. Of een deze is in een dierdoos. Daar kan ik er ook nog van maken. Ik zit eens even aan het checken. Want als ik ze zo met tweeën. Ik denk niet dat ik er tweeën op één kan krijgen. Ik denk niet dat de gaten groot genoeg zijn. En als ik dan deze dan toch nog mijn eier drink. Ja, die kan ik wel wat scheef trekken dan. Wanneer je er even afvazen, dat is gemakkelijker, want thuis is nogal moeilijk. Dan even zo. En als ik toch niet met een klauw bij zich zit, is dat wat gemakkelijker. Goedenavond aan iedereen die er op Instagram nog bij komt. Ook goedenavond aan iedereen op YouTube. We zijn een déjà vu aan het beelden. Ik wou een filmpje opnemen vanavond. Maar blijkt dat mijn camerabatterij plat was. Ik was ze vergeten op te laden. Dus, probleemetje. Daarom kan ik hem hier toch beneden insteken. Gewoon dat zo doen. Ik kan hier een coil jig bijpakken. Zo is ze. Ik kan hier wat op klaar trekken. Hier coil, zo. Dan moet ik eerst de onderste fase weer vastvazen, dan moet je het al wat gemakkelijker. Zo, ik heb beter dat het gemakkelijker gaat voor het op te zetten. Wacht. Ik kan dan deze pakken. Dan maak ik het wat gemakkelijker. Zo. Dan maak ik het wat makkelijker voor mij even die vast te pakken. Zo. Brengen die tot daar. Zing er eens in. Ik wil hem iets dichter bij de post zijn. Zeg, het is ook de eerste keer dat ik hem beeld. Dus ik zit hem zelf aan het doorchecken en dan met dat live gaat dat wel gemakkelijk. Ik zal hier eens komen zwaaien aan de mensen. Zo is ze. Oh, een beetje dichter bij de pauze zitten. Voilà. De andere kant. Dan moet ik ook nog wat dichter brengen. Zo. Zo, dan komt hier. Ja, die airflow die komt zo wat schoon binnen. En ik wil dat echt gewoon op mijn coil komt. Dus dan gaan we die natuurlijk ook schoonetjes die coil. Waar dat die airflow komt, daar boven hangen. Ah ja, moet een beetje geur zitten. Hè. Go. De bienen, die knippen we er al af. Voilà. Zo. Daar zijn we al vanaf. Dat kappen we weg. Die tweede die gaan we erin steken. Dan gaan we even de onderste vaas even pakken. Dat wordt wel, dat gaat goed knippen worden ze weet. Alleen hier, dat komt ook goed.
Op dat gebied is het wel het beeld ik. Je hebt wel de optie van de beneden, je hebt de optie van de met twee van boven. Ik beeld geen gewoon met mijn benen waar dat mijn coach blijft zitten. Ik vind dat gemakkelijk. Waarom het moeilijk maken? En dan geeft die optie ook, en dat vind ik wel tof, dat je die optie krijgt. Dus. Vind je zo aan het zijn? Ja, anders kun je de chat dan ook. Daar ook. De Belgium Viper is er ook, hè. Gewoon dat dichterbij zitten. Zo. Een beetje naar door draaien, dat ik beter kan draaien. Hup. Je kan wel dicht genoeg al aan hier zitten, dat ik ze beter niet weer moet terugkloten. Voilà. Die zitten we al vast. Die zijn weer aan het lachen als een titten. Zo. Hier gaan we ook even vastdraaien. Voilà ze. Ja, dat is een fout. Ga zitten er altijd. Ga. Op de Instagram zitten ga je altijd. Maar vandaag zit ik ook live op een YouTube. Hè. Pas op. Hè. Ik ben hier alleen daar. Mr. Belgium Viper. Zo is ze. Hier staat er niet een scheur. Je hebt hier ook plots genoeg om die gemakkelijk te kunnen knippen. Onder de andere kant heb je dat ook. Dan maak het wel gemakkelijk. Echt is er zo een beeld natuurlijk, langs de twee kanten. Wanneer een paar keren naar het beeld, ik weet dat alles toch wat scheef. Het is mijn eerste live op YouTube. Alles in consideration pakken, hè, mensen. Ja. Want die koortjes. Toch nog even met een koortje erbij pakken. Want die prapen recht zitten. Zo. Dan we die schoenetjes boven die een airflow brengen. Dus zo dicht mogelijk tegen. Niet raken, natuurlijk. Voilà. Zo. Zie. Kan het daar ook laten zien. Koortjes steken de schoonetjes in. Voilà. En die draai ik hier af. Want dat ding dat vaart niet goed genoeg naar mijn gisting. We pakken met de Coinmasters Plus stap erbij. 0,09 zetten, dat kan wel kloppen. Dat zal nog iets leger zijn, die lijst meestal iets knoeger dan deze. Het zijn wel grote BFK's. Ik heb wel bekend platte batterijen, denk ik. We beginnen gewoon even op te warmen. Ja, als het nog wel eet gaat, krijg ik nog wel reclame, jongen. Voilà. Voilà, ze. Een arme jongen moet de reclame geven, jongen. Kost het niet later. Goedenavond. Ja, welke dat keer heb. Degene die een keer heb. Een déjà vu. Goochel te maar eens. Ik zal even hebben dat keer op mijn gsm. Maar meer chatruimte net. Maar dat krijg ik precies. Ah. Schoon. Live chat. Ik wil de berichten zien. Veel belangrijker. Oh, ja, en dan valt mijn camera in om mijn eieren. Mijn poot valt er weer al onderuit. Goed bezig. Ook een arme jongen, Nieke.
Ik heb dringend wat beter materiaal nodig. Voor alles te posteren. Zo. We staan terug hier. Stond een beetje aan, dus we stonden terug. Voilà. Mijn kozen zijn bekend klaar. 0.1 Coilology. Het is zeggen 0.1. Is het 0.1 dat zou uitkomen. Die zijn ongelooflijk correct met hun koos. Nog een beetje langer op. Nog een beetje praperder maken. Zo. Voilà. Deze is gewoon. Tijd voor wat katoen te pakken. Gelukkig heb ik nog een beetje zelf, want kraker bekend nergens niet meer aan. En ik vind dat gewoon goed katoen. Ik kan het niet ontdoen. Zo. Ah, de vaping clown. How are you, dude? Welcome. You can practice your Dutch. Ja. Dus. All right, here are we. Was nog een beetje af. Ah. Voilà. Al alle waardborden. We pakken al scherker bij. I wish I speak Chinese. Wouldn't been easier. On my Instagram. Instagram zijn ze goed aan het klappen. En ik denk eerder, hè, Belgium Vapor, dat gaat Chinees spreekt. Van de kant waar dat gaat van ze, hebben ze een liter patat in hun mond. Dus... Haha, spreekt Chinees, jongen. You're right. Antwerp is een wereldtaal. We zullen hier eens... Een beetje uitkomen, want dat was nog wel eens dikke toon. Voilà. Een andere kant ook. Voilà. Zo. Vier kanten zo. Katoontje erin. Antwerpen is parking. Ja. Yeah. Ik woon op de parking van Antwerpen. En zeg gerust, ik ben oorspronkelijk misschien van Antwerpen, maar... Zo, allee. Toen wil ik niet meewerken. Antwerpen, Antwerpen. Antwerpen, dat ken ik niet. Och ja, die eeuwige discussie van Antwerpen is parking of niet. Zo is ze. Ik weet in ieder geval dat mijn katong erin zit. En dat ik een lekker duimpje kan doen.
Dat weet ik niet. We gaan er eens van met die noot 0.09. Dan gaan we de deze de bar pakken. Dan gaan we onze Ovanti erbij nemen. Ik kon hier eerst wat nat maken. Beetje crumpet. Grab hem bij de peaches. Nou, we gaan dat hier gewoon nat maken. Zo. En dan gaan we zien, zo beet, hoeveel liquid we er wel in krijgen. Want bottom airflow, ik heb er altijd wel schrik van. Maar, we kunnen hem maar proberen. Zie, want nou ja, ik moet oppassen dat je niet te veel hebt, want midden is nog wel pluts. Alleen moet zeggen dat je van boven niet meer te veel. Zie, nou zit hem echt wel vol. Ik zal niet meer te veel moeten kantelen. Dat is toch gewoon nat. De kap erop. Ik kon wel die uitdingen eens even wat nat maken, want het is toch nog droog. En... zie, hij is al aan het likken. Nu dat ik hem schier ga. Oh my god. Kom on, cap. Het zijn in ieder geval goede uitdingen. Dat is al lekker als een droppetje. Ik kon ze nog een beetje netter maken, want... echt hoor. Ik ga jammer de cap tussen. Ja! Ze ziet erop. Ik kan zeggen, het zijn goede haringen. Ik kon er eens een papiertje bij pakken. Zo. Dit is een beetje alles kan afkussen. Goh, ik vind het hem wel badass wat ze. Bottom airflow of niet. Dan is eerst mijn mot aanzetten. Wel op toe. Avanti Vega. Expert modes. 0.1 zetten meer. Maar met al een airflow open van boven, die draag gaat dus, is het wel gigantisch veel airflow. En dan zeker mee dat je de onderkant niet kunt afsluiten. Oh, from Argentina! Ja, als je de airflow eigenlijk de side airflow dicht zit, kun je er een vrouw waren met 5 en ik zit op 105. 115 wil ik zeggen. Doe de twee draaien gezapen. En verliezen wel wat smaak, want dan komt er wel vol een bak. Met airflow binnen. Maar. Het koelt hem wel goed. De kap wordt wel vrij warm. Ik zit nou wel op een hoog wattage, maar toch. Ja. Lekker. Ik kon nog iets van boven drippen en zien hoe lang ik dat kan drippen voordat het hem begint te lekken. Tot eerst al, ja, het begint al een. Nou ja, het nog droog. Ja, het nog droog. Ik zal niet te veel moeten schudden. Ja, 18 dripje pijten mooi. Heb ik nog niet verteld. Een 18 dripje pijten.
allemaal compatibel. De deze heeft zowel ribbeltjes. Tegen is wel comfortabel. En deze was een vuurige. De deze heeft veel RDTA. Eigenlijk een tik. Ligt er wel heel hard op. De pijter op YouTube ook. Zie dat tik dat ligt heel hard op deze dik. Ook met deze AVA's. Ook eigenlijk in een teken hetzelfde als de dik. Alleen dat je na natuurlijk hier in deze dat vulsysteem nog iets. En dat in deze veel gemakkelijker sluit en open gaat. Ik hoop dat dat met in deze nog wel wat gaat beteren. Voilà. Ja, ik wist tof. Tof allemaal voor de buitenkamer. Je ziet, het trekt nou toch 0.9 naar 0.1. Zo, het is waar de kantje boordje de koortjes. Maar je ziet, Coilology zit er eigenlijk wel altijd vragen wat op. Want ze zeiden 0.1 en 0.1. Dus op dat gebied zitten ze met hun koils altijd wel vraagjes bij van hun aanwoorden. Dus dat vind ik wel tof. Deze afgeurde haken. Vind ik hem wel om deze kant ook het logo. Het logo van een déjà vu en aan deze kant déjà vu dan. Ik vind wel, de Adrian zijn logo is wel graaf. Die zoekt een man van YouTube. Adrian logo, moet hem maar eens opzoeken. Ik zal, als ik mijn filmpje op YouTube online zet, zal ik daar de link van Adrian logo onder zetten, achteraf. Ja, moet zeggen. Met de side airflow hier goed genopen vind ik hier het lekkerste, want ik vind ik al zoveel van een bodem en tegenwoordig heb ik met een airflow toch een klein beetje geer en een beetje restricted dat ik wat meer smaak krijg. Want als ik echt voor de nicotine en voor zo, een volle bak, dan damp ik wel mijn klein toestel die 20 mg. Met mijn partner even. Hoe zit het met mijn partner? Mijn partner is zo dat is leeg, niet goed. Met morgen heb ik niets, dan moet ik daar moet ik hier iets anders zeggen. Oh, maar ik kan met een partner opvullen. We zullen met een partner die ze niet eens opvullen. Hè? Maar dat we toch bezig zijn in ons live kunnen niet eens. Hè? Onze Aspire zullen weer eens niet eens. Floep! Aanvullen ze. Met een beetje Havana Nights, 35 mg zoutnicotine. Lekker. We gaan hier. Beetje inspuiten ze. Maar dat niet te hard doen, want dan loopt dat in die kool. Soms kun je dat beter met je sputje doen. Nou, ik heb eigenlijk mijn sport uit, maar normaal bij de hand liggen, dacht ik. Weet je wel? Woehoe, ik heb mijn sport bij de hand liggen. Dat is wel gemakkelijk. Ik ga mijn sport uit die punt. Jot, jongen. Nou, nog tot onder liquid geraken, dat zou goed zijn. Ja. Voilà, meer is genoeg. Ha, meer sport. Zoveel gemakkelijker. Zoveel gemakkelijker, want dan heb ik nog wat lucht over. Voilà, ze. Vol genoeg. Voilà. De rest sporten we daar terug in. Niks verspillen van mijn Havana Night, want voilà, flesje bekend leeg. En begot hier gewoon ik missen. Hè? Lekker sigaretje. Lekker. Zo. Voilà. Daar is hier op zitten. Polletje dan. Even een nicotine rustje nodig. De potjes natuurlijk moet ik wel zeggen, je kunt hem maar één keer opvullen. Eigenlijk is het beter van in het begin, maar hetgeen dat ik er in het begin in damp, die honey roasted tabak ervan, die hebben ze niet in kleine flesjes, dus ik vul dat dan maar op, neem maar een Havana erna. En dan kun je nog één tankje zo bijna vol nog eens dampen en dan is het koortje wel dood.
Wat zeg het? Dan moet je maar draaien en klikken van doen. En dan krijg je er een klap van. En dan heeft misschien een nicotine meer nodig. Goh, echt hè, die uitingen jongen, dat is gewoon niet te doen jongen. Een bodybuilder voor nodig zeg. Een beetje extra nat maken mijn uitingen. Want ik vind dat geen ding dat dat zo slecht eruit was. Nou, dat was al beter. Dat begint er al meer op te trekken. Ja, nou zijn we ze. Voilà, neven is eraf. Die gaat terug gaan duipen. Veel beter. Dus, heel belangrijk, in het begin mocht hem gewoon nat. Want anders gaat de uitingen los kapot trekken. Gewoon nog eens druppelen en die zing. Omdat hem niet eraf begint te liggen. Ja, lekt er toch wel wat. Dus ik vind toch bottom airflow, je moet wel voorzichtig zijn. Gewoon drippen en squonken zeker. Want, je ziet, hij is al aan het liggen. Dus ik heb al wat daar verdriept. Dus je moet wel een beetje voorzichtig drippen. Het waar ik geen en al te gooien in zijn. Dus Adrian, bottom. Eet van een tjoepje voor dat af te sluiten, dat ik al hier in de site zou kunnen gebruiken. Dat zou geweldig zijn. Ja. Voilà, voor de rest staat hem wel goed, moet ik zeggen. Is hem wel lekker. Ja. Nicey, nicey. Dat is weer een RDA extra, hè. Ik zou zeggen, ik draai mijn camera's even allemaal en ik plak mijn dingetjes om de muur, maar... Met een deze is dat nog wel gemakkelijk, met een andere heb ik er wat schrik van. Met mijn YouTube. Daar is mijn muur. Hij blijft staan. Ik kan een beetje meer zo zitten. Ja. YouTube staat al op mijn muur. Nou, Instagram nog. Voilà. Allemaal op mijn muur. En dan gaan we plakken. Hè. Heb ik wel mijn papiertje nodig. Laat me allemaal vettige plakken en op mijn muur. Déjà vu, ja, er komt een goeie tussen. Zo, onder Drip Direct, boven de Cloud Company, even naar het smaal dus, déjà vu. Ik denk dat er maar al ergens plakje in er al niet ergens tussen. Maar de vuile gaat er geen maar. Ofwel, die heb ik niet geplakt, dat kan ook. Dat kan ook. Waar de andere? Maar nog niet te ver uitbraden, ik heb hier nog wat plots. Voilà. Voilà. Déjà vu plakt er weer al tussen. Zo. Dan ga ik terug draaien hè, met alles. Zo. En deze kan ik gewoon zo draaien. Voilà. Nog een beetje rechter draaien. Is iets aangenamer voor over te zien, denk ik. Zo. En deze ga ik naar mijn eigen draaien terug. Voilà, we zijn terug bij de hoop. Kon ik niet meer beelden. Ik kan al nog wel laten zien wat ik nog allemaal heb liggen. Dat kan ik eventueel wel doen. Ik zal wel even laten zien wat ik nog heb liggen. Eerst en vooral de deze. Die ga ik ook hier met de dagen even. De V, wat is deze? De VTX. VTX, die gaan ik ook hier met een dame en even doen. De merk die al serieus aan het gebruiken zijn. Ja, de Puls, maar ja, die vind ik al. Die review komt er ook hier met een dame aan van de Puls. Maar ik ben aan het wachten, de update is ervan. En ik denk dat ik hem eerst ga updaten voordat ik de review doe. Dan kan ik eigenlijk het vorige vertellen en dan het andere of ik kan zien dat ik die review in twee keren ga opnemen en eerst
een stuk uitleg geven van hoe dat hem namen schrijft in het begin en dan een uitleg geven van hoe dat je moet updaten. Ik ben nog wel aan het twijfelen en de meid die ga ik waarschijnlijk in twee stukken opnemen. Ik weet het nog niet. Maar waarschijnlijk wel. Cool, wat hebben we nog? Ik heb hier nog de fancier van Joël. Die rijdt al heel lang bij mij. Ik heb die nou meegekregen in Shenzhen en ik heb er daar nog een tweede gekregen in Birmingham. Dus die van Shenzhen, die zijn ik al heel een tijd aan het gebruiken. Daar heb ik al van alles in geprobeerd. Dus eigenlijk zijn ik ermee rond. Maar moet ik al hier in die review nog opnemen. En dat komt gewoon omdat dat, ja, niet zo simpel over te beelden. Je moet wel juist zitten, want anders lijkt hem lekker een zeef. Als je hem goed beeld, top, lekker veel smaak, bangelijk goede tank. En de deze, die ga ik weggeven. Naar mijn review dan. Er moet er dan voor op mijn Facebook zijn, dat weten. Mijn giveaways zijn op mijn Facebook. Die is gesloten. Beperkt kringetje. Pak de subscribe op mijn dingen, op mijn Facebook. En je kunt mij doen. Want op YouTube kan ik dat niet wagen. Go. Dan hebben we nog de Go RDA. Zijn ik ook hier benieuwd in. Heb ik nog altijd niet kunnen testen. Dus je moet ook hier met de dagen eens dringend een beeld insteken dat ik hier nog een review kan doen. Dan Tamis. Die review komt er ook heel kort aan. Want die heb ik al wel getest. Die heb ik gewoon terug al proper gemaakt en die steekt erin. Dus hier ga ik gewoon niet eens beginnen beelden in mijn dingen en dat lijkt dan een unboxing, maar dat is niet, want die is niet al getest. Zij, mijn doos, alles, die is gewoon proper gemaakt terug en klaar voor te reviewen. Die ligt er klaar. Deze ding is ook nog. Nog een potsysteemje van Buddy. Maar ik heb de rest van Buddy al gedaan, maar deze. Ik ben er niet zo van onder de indruk. Oh, dat taamt. Valt het nog mee? Het is echt wel een steltvijpertje. Het is hier een verroepde vleger. Maar, ja, ik vind het maar hier een beetje moeilijk. Oh, dat je moet vullen. Je moet dat 10 keer uittrekken, dat is normaal. Maar dat moet je zien op die een of andere manier. En ik heb het nog altijd niet goed gevonden. Je moet hier langstandig pakken, dat eraf klikken en dan dat open doen voor dat uiteindelijk dan te vullen. Ik vind dat eigenlijk een beetje moeilijk. Allee, dus ik ben er niet echt een grote fan van. Voor de rest moet ik wel zeggen. Trek hem langs geen kloten niet meer naar. Ik weet niet waar dat er is. Maar je ziet, dat is echt een steltvijpertje voor op het vleegtuig of zo. Daar heb ik hier ook nog klaar liggen. Ik ga nog iets pakken op zo. Wie is daar nog? Yeah, eat my baby, how are you doing? Ik heb hier nog de Wasp Nano R30 liggen en de Wasp Nano. Meegekregen in Shenzhen, maar pff, dat is al zo oud, dus ja, dat gooi ik er wel eens ergens tussen. De Maximus heb ik hier ook liggen, maar die heb ik al eens gedaan volgens mij. Wat heb ik hier nog liggen? Ah ja, Cosmonaut RDA, die heb ik nog liggen. De Icon, die heb ik hier ook nog. Nog zitten. De squonking kit van Advocin. Dat moet ik er ook dringend eens doen, want die heb ik ook al volledig getest. Hier moet ik gewoon eens dringend de review van doen. De Manta RTI. Dat is ook niet nieuw, maar die kan een taart liggen. Arta RDA, heb ik ook nog.
Maar die echte RDA die heb ik al eens gedaan. Maar van deze is na in de nieuwe kleuren. Dat ik die net meegekregen. In het groen. Allee, meegekregen. Die zijn ze kunnen brengen toen in de shop. Dat heb ik toen allemaal meegekregen. En, goh, ik had al gezegd dat ik die al gereviewd heb. Maar ze wouden hem toch maar geven. Neefkleur. Dus dat zal ik nog wel eens ergens in een live of zo beelden. Waar heb ik hier nog staan? Ja, ik heb nog wel wat. Ik heb nog een Sigala 66 staan voor te reviewen. En deze is echt de ET. Die ga ik ook nog helemaal voor alle reviewen. Komt er ook één met de dagen aan. Want die heb ik ook al geprobeerd en zo. Die is toch gewoon terug op zaai. Omdat ik die niet aan het gebruiken ben. Gewoon, ik kan niet alles tegelijk gebruiken. Dus die staat hier op zaai. Die heb ik al gedaan. Ah ja, en dan nog een tankje, de LOTS. Oik. Hi, from Belgium. How are you in the US? How are you? My channel is in Dutch, so I can't speak both languages all the time, so I try to learn Dutch. If possible. That would be very nice. Stond ik in spiegel op YouTube? Ja. Dat is aanbetaald. Dat kan ik niet ontdoen, hè. Ik zou niet weten hoe ik dat zou moeten aanpassen. Ik zou niet weten hoe ik dat moet aanpassen. Is alles verkrijgbaar in België? Hetgeen dat ik allemaal aan het laten zien was er juist. Ja, behalve die Skunking Kit nog niet. Maar dat gaat eraan komen. Maar al de rest dat ik heb laten zien, ja, dat is allemaal te verkrijgen. Bij mij. Goed, hè? De fans hier ook nog niet trouwens. Maar al de rest dat ik heb laten zien, ja, dat is allemaal bij mij te verkrijgen. Trouwens. En als je wilt, is alles wat ik review te verkrijgen. Via mij. Welke rare wilde gaan? Die fanciers. Ah, die NET. Ah wel, komt langs de shop, ik heb er nog staan. Die NET had wel hier een audio. Die NET die kan maar een 22 mm op. Vanaf dat je breer wilt gaan uit de maan verhangen, aan de ene kant en aan de andere kant flink. Dus eigenlijk een 22 is de max dat daarop kan. Groot machine, maar maximum 22. Nadeel dat je daar aan hebt. Dat ga ik nou over klappen. Wat deur is dat eigenlijk? Half hoor, 20 van een 11. Maar dat is nog te doen. Hè. Van een vrijdagavond zullen we nog niet te laten. Trump E-Juice. Yeah, Trump E-Juice. Nicey. Grab him by the peach. Nicey. En de Avanti Mod. Ook een gooitje, hè? Maar deze is nog niet te verkrijgen in België. Hallo joh. Too hot. Ah. Daar zetten we toe. Daar moet ik melden. Mijn mat is too hot, zei hem zich. Dat weet ik wel zeker. Dat is niet goed. Daar moet ik melden. Daar moeten we melden. De Avanti, dat ze dat in een even firmware moeten aanpassen, want... Ja, ik had er al bericht van gekregen dat dat zou kunnen gebeuren, dat ze er meldingen van gehad en daar heb ik het toch ook. Ja, moet ik eens zeggen. Oh, die neer is opzitten, hè. Ik zeg wat dat zei, wat die een short het geeft, ja of nee. Oh, mij.
Hier lijst hij een 0.14 op en daar 0.09. Vind ik toch maar straf, hè? Vind ik toch maar straf. Om een voor te beschermen, hè. Laten onze Avanti wat afkomen. Dan moet ik dan een even firmware van vragen, want... Weet je nog? Ja. En voor de rest, wat heb ik hier nog? Ik denk dat ik dan momenteel zo wat zin met dingetjes. Ik heb nog een potsysteem liggen, denk ik. Dan Joytig. De Next Feed. Die heb ik ook nog liggen. En dan zin ik er, denk ik, ja. Daar heb ik nog liggen voor de regio. En dan is iets mini, de nieuwe. Wat? De zelfste weet of wat is het? De nieuwe is iets mini, de single battery 21700. Die is ook nog onderweg nog maar. Dus die review die gaat er ook nog binnen een paar weken, een week of twee draaien aankomen, denk ik. We zullen zien wanneer dat aankomt. En dan even testen en dan gaan we die iets mini, dat komt er ook nog aan. Want dat is onderweg. Wat ik weet van het momenteel. Want soms zitten er al iets verrassingen in de bus tegen waar de goot in de slapen zaten natuurlijk. Ik moet wel zeggen, ik heb mijn Shannon nog eens bovengehaald, toch nog altijd een van mijn favoriete motjes. Ik moet zeggen, die een Deja Vu staat er wel badass op. Nou, mijn schone zwarte driptype of zo, dat zou wel proper zijn. Echt zo black, 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 dat zijn ik geren. Je bent nog driptypes, hè? We zullen niet bij mijn driptype zijn, hè? Je bent nog zo hetzelfde als dat een eigen die erop stond, denk ik, ongeveer. Nou. Dat is nog meer low profile. En smal. Hebben we niets. Deze misschien. Die past er ook schoon in. Die is lekker zwart, black. Dat is een driptype van mijn Gone. Van mijn Gone 1.5. Dat is een driptype. Die staat er wel lekker op. Ja. Nice. Very, very nice. Ik moet zeggen, ondanks een bottom airflow vind ik hem wel lekker dapen. Hij geeft veel smaak natuurlijk. Bottom airflow is daar wel goed voor. Alleen, je moet voorzichtig zijn als je driept. Altijd. Voilà. Ik denk dat ik hier vandaag eens gewoon afsluiten. Ik ben goed geweest. Ik kan nog even aan deze. Ik kan hier er even bij houden, nog die een driptype. Oh, ik kan hem in mijn doosje. Wat is me nog gooien? Je past er schoon in. Ik kan die al toch maar die grote. Voilà. En dan heb je een driptype. Ik ga mijn doosje in. Voilà, ze. Dat hebben we ook weer al gehad. Zo. Goed. Ik denk dat dat gewoon was zijn voor vandaag. Ik kan me nog eigenlijk wat bezig houden. Ik kan nog een muziekje opzetten. Want met die YouTube kan ik hier geen muziek spelen. En ik heb gisteren in een muziekje ondersteunen. En ik denk, ik weet niet hoe lang ik nog op mijn Instagram. Dat gaat ook maar een uur volgens mij. Dus binnen 10 minuten gaat dat uitvallen. Yo, wees weer alles aan mij door. Ja, af en toe springen dan maar die chats op. Hè. Ik vind dat aanbetaald, ik vind dat eigenlijk lastig. Ik zou liever hebben dat die live chats er constant toe blijven. Maar dat is dus niet, die vallen constant weg. Maar ja, dat willen we niet. Goed, dat was het voor vandaag. Ik zou zeggen, ik kan nog eens hier een keer driepen.
niet overdriepen, dus even gewoon goed driepen. En dan zou ik zeggen, mannetjes, je kent het, hè. Pak het allemaal al een domper erbij en zeg het samen, met mij. Laat een domp maar komen. Eerst gaat hij uit je op het oort.